Marianne, en wie ben jij? Camilla. Jij bent Camilla, wat een mooie naam. Ja, de kinderen die... Hey. Ik ben Marianne Kermans. Ik ben voorzitter van Savings en mede-initiatiefnemer van Savings. En dit is... Fred. Jij bent er afgesproken, hoor. Ja. Jij bent... Nou, dat doen we wel vaak zo. Ja. Nee, ik ben inderdaad ook een van de initiatiefnemers. Ja, ja. En ja, allemaal welkom. We weten dat pleegouders altijd zo druk zijn. Als we nu eens een avond organiseren waarbij het hele gezin kan komen. Gewoon kinderen erbij, allemaal. Dan wordt het een beetje informeler. Strakjes gaat Nico hiernaast. Een aantal kinderen hebben dat al ontdekt. Dames en heren, en een toast uitbrengen op alle pleegouders, alle pleegkinderen, op alle andere kinderen in het gezin, de eigen kinderen. En we wensen ons allemaal een hele fijne avond. Proost! Proost! Welkom vanavond. Ik ben blij dat het dit jaar weer gebeurt. Dat we elkaar ontmoeten en dat we vooral ook een blijk van waardering willen uiten. Omdat wij heel blij zijn met u als pleegouders. Wat mij betreft zouden alle kinderen mee kunnen. En dan begin ik met een paar verhalen die dan vooral voor de kinderen tussen 3 en 6 of zoiets het leukste. Dan begin ik met wat eenvoudige verhaaltjes en dan langzaam wordt het steeds erger. Dus als de kinderen die komen op een gegeven moment gillen terug. Ja, dus vind je het leuk om een verhaal te horen? Doe maar, daar gaan we. Ja, allee. Maar zegt zijn vader ook, als je iets wil, dan moet je het gewoon proberen. En de prinses heeft zin om kastanjes te zoeken in het bos. En ze neemt een mandje mee en ze loopt naar het bos. En Tommy met zijn kleine benen. Mag ik een watertje? Moet je ook koffie? Ja. Ik wil toch zo'n tijd voorzien en die school van de